We zijn vandaag weer bij de Asbest Gepast podcast. Nou, sorry. Begin maar opnieuw, hoor. Slecht begin. Doe maar opnieuw, dat klimpen we wel uit. Dat is de Asbest podcast. Nee, je moet het normaal uitspreken. De vorige keer ook. Toen was je ook zo begonnen. Dus nee, het is hetzelfde einde. Het eerste dat je doet is... Waarom? Ik weet het, dat is gewoon als ik begin met praten. En het is net alsof je een dienst begon of zo, alsof de kerk is. Dat is toch mooi? Het is een zondag. Het is wel zondag. Maar ik wil dat je opnieuw mag beginnen. En waarom ik hem nu doorheen gepraat heb. Dus. Ja, dat is wel... Van nu gaan we serieus doen, maar nu moet je wel even goed beginnen doen. En dan nu weer 5 seconden wachten, toch? Ja. Ik ga wel wachten. En dan begin ik nu? Nee, na... Als ik aftel, dan wacht je nog 3 seconden en dan begin je. Dat is makkelijk knippen namelijk. Oké. Okay. Nu moet je beginnen. Oké, ik tel hem af, ja? 5, 4. Welkom bij de Asbest Getest podcast. We zijn hier bij u ingekomen om Sonny's grap aan te horen. Sonny heeft iets geweldigs meegenomen. Vorige keer zeg maar, begon ik maar en dat doen we niet meer. Sorry. Eigenlijk een hele belangrijke vraag. Hoe noem je een Spaanse toets die best wel belangrijk is? Ik heb geen idee, Sonny. Licht toe. De Despacito toets. Dat is ook helemaal uit de grond. Wil je er nog een horen? Ik heb nog een grap. Nee, ja. Maar wat betekent Despacito dan? Despacito is toch rustig aan. Dat is toch van dat liedje. Despacito. Ja, nee, ik snap het nou. Ja, is hij nu wel grappig? weet ik. Nou, okay. We doen er nog een. Oké. De runner-up. Oké. Hoe noem je... Deze is grappig, hoor. Nee. Dat is ook niet grappig. Hoe noem je een Spaanse toets die... Of nee, om... Dat is gewoon dezelfde grap. Blijkbaar. Hey. Hoe noem je een Spaanse trein die een beetje gek is? Loco. Locomotief. Locomotief. Ja. Nou, goed. Volgende. Ja. We hebben deze week, deze keer, een gast mee. We hebben Lonneke, die zit links van mij. Voor de camera is dat. Hallo. In beeld. En Lonneke, die hebben we ergens gevonden. Dat kan heel goed, ja. Lonneke, wil je jezelf even voorstellen? En daarna gaat Lonneke ook even het rondje van de tafel doen om even iets korts over iedereen te vertellen. Och jeetje. Nou, hoi. Hallo Lonneke. Oh, wat moet ik wel over jullie vertellen? Nee, eerst jezelf. Oh, nou. Ja. Mijn naam is Lonneke en ik ben een... Vrouw. Het is goed dat dat nu al duidelijk is. Ja. Nee, ik ben Lonneke. Ik ken jullie eigenlijk allemaal een beetje van de kroeg. En Anne ken ik al langer. Al jaren. Zoals niet echt een introductie over jezelf. Nee, dat weet ik, maar ik weet niet wat ik over mezelf moet vertellen, hoor. Jullie kunnen beter dingen over mij vertellen dan dat ik het ga doen. Ik ben Lonneke en ik ken mensen van de kroeg. Ik ben geen alcoholist. Dat kom ik altijd. Het zou best kunnen dat je me ergens gevonden hebt en ik ben een vrouw. Ja. Ja. Oké, wie heb je links naast je zitten? Sonny. Hoi. Nog iets wat je over Sonny kwijt wil? Wat een hele lief het is. Toch wel. Nee, wat lekker gek. Daar hou ik ook wel van. Mm-hmm. En ja, we gaan altijd samen weg. Ja? Mensen zien ons niet meer apart van elkaar. Nee. Ja, de laatste had je nog die opmerking gekregen, toch? Van iemand. Ja. Dat, als Lonneke er is, dan is Sonny er ook. Ja. Dus, ze zagen jou binnenkomen en dan wisten ze van, oh, dan is Lonneke ook wel ergens. Ja, precies. Ja. Maakt de orgies ook altijd een beetje ongemakkelijk, hè? Wat zeg je, hè? Maakt de orgies ook altijd een beetje ongemakkelijk. Is dat zo? Nee. Nee, ja. Orgies zijn toch nooit ongemakkelijk? Voor mij niet. Nee, dat dacht ik al. Daar ken ik jou dus ook wel een beetje van. Gekke dingetjes, hè? Geen ja, en wie? Want voor mensen thuis is het niet zo duidelijk. Nee, dat is waar. Ichman. Dat is Ichman. We hebben nu video. Dus dat zien we. We hebben ook nog video, het is, ja. Het is iets beter. Ja. Maar nog steeds. Het komt ook op Spotify, dus dat is niet anders. Komt op Spotify? Uiteindelijk wel, dat is het doel. Laten we onderwerp blijven, Lonneke. Ja? Ja, had je nog verder iets over Ichman?
Ja, moet ik heel veel jou vertellen. Nou, daar wil ik nog gekke dingen over jou, maar ja. Hè? Ik dacht dat het was wel een goed idee om Lonneke uit te nodigen. Die lult alleen maar. Ja, maar nu moet ik het doen. Ja, ze zei net, ik laat alles over me heen komen. Toen wisten we nog niet zo goed wat het was, maar dit gaat niet zo goed. Ja. Nee. Dus we moeten wat anders over me heen laten komen. Nee, dat hoeft helemaal niet. Suggesties, Anne? dan gaan we verder naar Anne. Lonneke, wil je Anne even voorstellen? Nou, ja, hoe ken je mij? Hoe ken ik jou? Ja. Op een hele leuke borrel bij in Lutjebroek. The place to be. Ja, die. Ja, dat was die kermisborrel. Weet ik. Dat je toen met Robert had gezoend. En daarna met mij uit wou. Toen was het al zo erg. Dus volgens mij kwam ik aan op die kermisborrel. En toen kwam Wendy van Heun, die kwam naar me toe. Ja. En zo, mijn vriendin, die vind je echt heel leuk. En wil je met mijn vriendin praten? Nou, oké. Okay. En toen kwam jij echt vet ongemakkelijk gesprek was dat. Ja. En daarna ging je met een vriend van mij zoenen. En daarna hadden we alsnog afgesproken. Ja, dan gingen we voetballen. Dat weet ik nog. Oh ja. Ja. Klopt, ja. En jij zat een beetje aan de zijlijn. Ik zat aan de zijlijn natuurlijk. Ik ging niet voetballen. Dat was met die computer. De Klaas en Kees en zo. Ja. En gewoon, niemand kon ook voetballen. Het sloeg echt helemaal nergens op. Nee, dat klopt. Ja. Nee, dat was wel leuk. Dus ik ken je echt al vanaf dat ik 15 ben of zo. Nee. Jawel. Nee, je was meerderjarig. Nou, dat dacht anders ik niet. Anders ben ik pedofiel. Jij was dan ook nog niet zo'n heel oud kind. Nee, ik was 19 volgens mij. Jij was 16, zoiets. Nou. Dan is het steeds pedofiel. Ik had toestemming van jou. Dus. Ja, dat is waar. Je mocht over me heen. Nou zeg, hoe of wat, Lonneke is in ieder geval niet de reden dat jij pedofiel bent. Laat ik het zo stellen? Nee, dat was waarschijnlijk al. dit gaat dan weer heel weet niet, jij begint hier weer over. Jij gooit een balletje op over, ik ben echt pedofiel, jongens. Nou ja, denk maar lekker wat je denkt. En dat op zondag. Ja. 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 Wie hebben we naast Anne zitten, Lonneke? Paulien, die zit naast Anne. Oh, dat ben ik. Ja. En wat zal ik al zo over jou vertellen? Dat je heel goed kan dansen. En sport. Soepel in de heupjes. En sport. Sportfanaat. Sport drie keer op een dag. Maar daar ken ik hem eigenlijk niet van. Nee, dat geloven we dan. Nee, daar zit Lonneke niet aan de zijkant. Ik ben er gewoon helemaal niet. Maar ze zit wel ergens. Ja. Maar hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ook in de kroeg volgens mij. Ik zou het anders echt niet weten hoe wij elkaar kennen. Nee, Via, waarschijnlijk ook wel weer. Ja. Ja? Ja. Zou jij het wel weten? Nee, misschien dat ik je ergens gevonden heb. Ja, wat je net zei, zeg maar. Nee, op straat. Maar jullie moeten toch wel wat over mij vertellen, want ik kan wel over mezelf vertellen, maar ik... Nou, Lon, ik kan eerlijk zeggen, ik heb nog nooit zo iemand als jou ontmoet. Maar is het positief of negatief? Ja, behalve dat je Lon ontmoeten. Kijk, daarvoor zou je dat echt moeten ontmoeten. Ja, laat hem lekker open. Dat is wel waar, ja. Weet je, je bent gewoon een lekkere babbelaar. Hè? Lekker altijd samen op pad. Leuke grapjes maken. De laatste roddels. De laatste roddels. Nou, dat kunnen wij wel. Lekker, dat kunnen wij wel. Lekker roddelen. Lekker even kletsen over de laatste gebeurtenissen. Dat vind ik altijd heel fijn met jou. Nou, dus, en je bent een lekker vrije vrouw. Je doet en gaat waar je heen wil. Dus, lekker fladderen. Ja. Lekker doorgaan. Lekker doorgaan. Ja, en, lieve luisteraars thuis. Als je Sonny's praatje van Lonneke ook zo interessant vindt. Je weet waar je dat vindt. Ja, goed. Hier. Ja. Sinds ze de man en een kind verlaten hebben, dan zie je dat. Dat kan je echt niet zeggen. Okay, dan schep je er bovenop nog een andere leuke anekdote. Laatst waren we een keer uit eten met vier. Lonneke had zo de honger. En de broodjes waren op. De broodjes waren op. Maar ja, dat schaaltje boter nog niet. Dus Lonneke pakt dat schaaltje boter. Racht de vinger er even doorheen. En hoppa! Dat meen je. En die serveer die dat zag. Dat is ook maar die kwam even dat schaaltje ophalen. Die zegt, waar jullie uitgegeten? Ze kijkt Lonneke aan. En ze loopt weg. Amen. Ja. Maar Lonneke was nog niet uitgegeten. Wel lekker botertje hoor. Er was nog een schaaltje, maar niet anders. Jongen, jongen. Ja. Dus je houdt van kruidenboter? Nee, het was gewoon een boter. Nee, het was gewoon roomboter. Ja, doei. Je zat honger. Ik had gewoon een trek, jongen. En het was ook maar één likje wat ik eruit had gehaald, hoor. Ja, één likje. Likje. Maar pure boter. Nou, echt? Ja, maar kijk hoe ik eruit zie. Dan kijk je toch. Ze ziet er gezellig uit. Ja, je bent wel afgevallen de laatste tijd. Dat is wel waar, ja. Ja, want die serveerder haalde het schaaltje weg. Als het nog steeds aan de boter.
En dan had Sonny in ieder geval een hele goede vraag voorbereid. Ja, dus ik heb een paar vragen. En ik heb eentje even band gerelateerd die ik zelf wel, die leek me wel interessant om te stellen. Hoe noem je een Spaanse toets? Die vind ik het wel. Hoe noem je een Zweedse toets? Die is een beetje belachelijk. Oké, dus ik had even een vraag voor iedereen. Want we hebben natuurlijk allemaal eens dat we gewoon een riffje bedenken of nummers of whatever, tekst of iets. Dus mijn main vraag is eigenlijk voor iedereen, wat inspireert ons bij het maken van nieuwe muziek? En vinden jullie dat wij onze sound hebben ontwikkeld in de tijd dat we bestaan op een bepaalde manier? Dus dat het ook een beetje veranderd is ofzo in de tussentijd. Kijk je hem naar mij? Ja, ja ik heb de hele tijd naar jou gekeken. Ja. Ik denk dat we nog steeds bezig zijn om onze sound te ontwikkelen. En dat we hem nog niet echt hebben. Want als je kijkt naar onze nummers, zijn ze best wel verschillend van elkaar. Gevarieerd, ja. Ja. Wat wel snel terugkomt, is die fucking snelle fucked up drum voor jou. Ja, dat is in een goede manier. Waar ik mijn inspiratie vandaan haal, is gewoon andere verschillende bands waar ik naar luister. Ja. En dan probeer ik zeg maar een soort riffie te bedenken in dezelfde soort vibe als wat die bands dan ook doen. Want wat voor bands dan? Nou, volgens mij had ik het laatst dat ik een balletje opgegooid. Bijvoorbeeld Slow Learner van, hoe heet die band nou ook weer? Viagra Boys. Viagra Boys? Ja. Nee, is niet zo Slow Learner. Jawel. Tenminste, okay. Viagra Boys hebben het nummer van Slow Learner. En daar zie je heel erg dat de bas en de drum, die blijven gewoon een constante beat houden. En daaromheen wordt een beetje omheen gebouwd. En die zanger die is gewoon gek. Die zit een beetje doorheen te schreeuwen. Maar gewoon die steady bass om dat te hebben. En wat gewoon lekker doordreunt. Dat gewoon het nummer blijft gewoon lekker doen, 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 doen. En daaromheen toffe dingen proberen te doen. Ja, zoiets lijkt me vet om te doen. Ja. En ja, op die manier probeer ik een beetje meer inspiratie uit andere nummers te halen. Ja. Grappig. Dus jij kijkt eigenlijk gewoon af en dan... Ja, nee, maar dat doet iedereen toch? Nee, maar als ik niet zo afkijk... Dat is een grapje. Ja, nee, snap ik. Maar als je niet zou afkijken, dan zou je dus altijd gewoon je eigen shit moeten uitvinden. En dan denk je van ja, ik kan zelf wel het wiel uitvinden. Maar... Oh, heel duidelijk. We zijn begonnen als een Nirvana coverband. Ja. Dat was het eerste riffie. Ja, het eerste riffie. Eerste drumlijn, eerste riffie. Mooi Nirvana ook weer. Ja. Ja. Nou ja, ik niet, want ik kon helemaal niet spelen. Ja. Ik deed gewoon wat anders zijn. Misschien was dat wel Nirvana, maar... en ik heb zelf ook wel... ik denk dat ik de... vind ik veel iets van 10 beste punk basslines van all time een YouTube-compilatie heb gezien. En dat is het wel, denk ik. YouTube-how-to-video's altijd wel een goede plek om te beginnen als je... Inspiratie voor het je. Ja, nee, gewoon. Ja. Dan typ je baselines in en dan hoor je wat dingetjes. En dan denk je, ah ja, dat klinkt wel aardig. En dan ga je zoiets proberen. En dan moest ik daarna wel even de toonladders leren, want dat klonk niet zo goed wat ik deed. Maar goed, gelukkig ben ik ook naast kleurenblind ook tonendoof. Dus hoor ik meestal van Arne dat iets niet klopt. Ja. Kan ik beamen. Maar het is ook wel lastig, want we zijn bij het begin, want toen speelde je sowieso al misschien maar een maandje bas of zo. Of nog niet eens. Ja, ik heb ooit wel bas gespeeld, maar dan was het gewoon tabs nadoen, dus dat was niet precies hetzelfde en dat was ook niet zo lang. En het is ook wel moeilijk moeilijk. Zeg maar, je gaat bijvoorbeeld een nummer in een bepaalde toonsoort, een bepaalde toonladder maken. En het is voor de bas ook veel leuker om iets anders te spelen dan de gitarist. Dus voor het nummer maakt het ook interessanter. Maar dan moet je wel zorgen dat wat die bas speelt, dat het toevoegt aan het nummer. En ik denk dat we daar wel op een paar nummers, dat je dan af en toe denkt van, oh, klopt dat wel? Dus misschien moeten we daar iets meer op focussen. Maar wat ik zeg maar, jij neemt aan van wat ik zeg. Dus vooral die eerste paar nummers. Ik denk dat met die nieuwste nummers gaat het wel een stuk beter. Ja, er zijn er genoeg nummers waar Pony ook een baslijn voor bedacht heeft als een van de eerste dingen voor het nummer. Ja. Yeah. Ja, maar dat is ook, uiteindelijk dan speelde Anne eerst misschien hetzelfde, maar daarna ging Anne gewoon net iets anders doen. En daardoor is het uiteindelijk wel weer iets moois geworden. Maar daarom, we zijn natuurlijk ook aan het ontwikkelen in de sound. En wat ik vooral merk is bij de laatste paar nummers, is het vooral dat
mijn tempo op de bas wel een stuk hoger is dan bijvoorbeeld Foto van Liefde, dat eerste nummer, dat is heel rustig. Mm-hmm. En nou begin ik met... Ja, maar ik denk dat voor alle instrumenten wel geldt, want Foto van Liefde kan ik momenteel, als ik wat een metronoom probeer op te nemen, is het ook een van de grootste uitdagingen voor mij, is op tempo blijven, want ik vind het heel moeilijk om op 110 bpm te spelen. Terwijl op 200, 220 gaat het wel lekker. Maar is het ook niet die afwisseling? Want, zeg maar, het is wel, ik vind het nog steeds wel een van de meest interessante nummers, omdat je hebt er best wel een soort afwisseling in. Hoe noem je dat? Want uiteindelijk ga je... En je komt van... En dan denk ik... En voor mij is het maar om dat ritme goed perfect te hebben, dat heeft best wel lang geduurd. Voor mij, Foto van Liefde, echt geen afwisseling. Hè? Het is echt alleen maar... Het is niet zo heel ingewikkeld. Nee, daarom op een gegeven moment als ik met z'n vieren speel, dan luister ik een beetje naar de bas, dan luister ik naar de drum, dan luister ik naar de gitaar, dan luister ik naar de zang. En dan maak ik, ja, dan vermaak ik me wel, dan kan ik er mooi iets van maken. Maar als ik in mijn eentje moet spelen, dan heb ik ongeveer 30 seconden zo van, nou, weet je wat, ik ga er wel even door. En dan, kan ik me opnaam weer verwijderen. Maar Sonny, hoe is dat voor jou qua sound? Hoe vind jij dat waar we het ontwikkelen zijn? Nee, ik denk dat... we hebben natuurlijk allemaal een beetje een andere achtergrond qua... wat we interessant vinden qua muziek. Ik denk dat het wel overlappend is. Dus ik denk dat we dat ook allemaal zeker meenemen. Bijvoorbeeld, jij bent vooral van de ska... Denk ik meer. Nou, punk voornamelijk. Punk, ja. Schakel erbij. Schakel erbij. Ik ben meer uit de hardcore scene natuurlijk, wat ik vorige keer ook zei. Jij bent weer heel erg van een beetje metal, denk ik. Ja. En jij ook. Wat? Ja, eigenlijk geen idee. Nee, eigenlijk. Aqua. Okay. Ja, dat is die laatste wel veel. Dat is wel een winnaar, ja. En orgaanklappen. Slipjes. Orgaanklappen. Ja, dus dat zijn allemaal verschillende sounds die we denk ik meebrengen en een beetje mixen in een soort van samenkomend ding. En de ene keer hebben we een heel snel nummer en de andere keer hebben we een heel rustig nummer met een beetje verschillende sounds. En ik denk dat we nu meer aan het ontwikkelen zijn naar een sound vinden die werkt, zeg maar. Nummers schrijven met een soort meer gerichte sound. Dus die wat meer overeenkomen met elkaar, zeg maar, denk ik wel. Ik denk dat we daar nu meer naartoe aan. Ik denk dat je er gewoon langzaam ontwikkelt. Ja, dat is. Onze eerste nummers hadden ook allemaal echt gewoon een goede sound, namelijk. Ja, dat dus, zeker. Ik zeg niet dat het slecht is. Nee. Ja. Maar is het ook niet dat we nu, want we hebben nu best wel wat nummers. Ja. En we doen heel vaak tijdens de oefening doen we die setlist. Ja. Dus we hebben ook wat minder tijd om, tenminste, we geven onszelf minder tijd om nieuwe nummers te maken. En dat is op zich op dit moment prima. Ja. We zijn nu ook aan het focussen om die nummers op te nemen. Maar ja, dus zeg maar, we zijn niet heel veel meer met nieuwe nummers bezig. Maar wat ik wel. Ja, dat zeg je wel, maar afgelopen woensdag hebben we 2 nummers afgeschreven. En we hebben nog 3 nummers waarmee we in bewerking zijn. Ja, maar 1 nummer waren we 3 weken aan bezig en die andere nummer waren we al 6 weken aan bezig. Volgens mij hebben we nu wel geteld 24 nummers af. We zijn nog even ruim een jaar bezig. Dus alsnog zitten we op een gemiddeld 2 per maand compleet. Ja. En dat is denk ik nog steeds wel een flinke hoeveelheid, flinke snelheid. Hoge productie. Ja, best wel, ja. En hoogwaardig. Hoogwaardig geluid, ja. 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 Ik met Pep in mijn schoen had ik inderdaad al heel lang de bass en we hadden heel lang de drum en we hadden het een en ander aan tekst. Alleen, ja, ik kreeg maar hebben dat vaker gespeeld, alleen de rest, jullie hebben gewoon allebei niet per se heel vaak meegedaan met wat wij aan het spelen daar waren. Eigenlijk afgelopen keer was de eerste keer dat Sonny serieus meezong, omdat de tekst dus aanhalingstekens af was. En jij had nu iets vast op gitaar. Dus eigenlijk kan je volgens mij Pep mijn schoen op 2 weken zetten. Volgens mij hebben we nog geen 3 uur aan het nummer gewerkt. Dus... Ja. Nee. Dat is best netjes. Ja. Ja. Maar dat is sowieso wel nice. Ook dat andere nummer, dat nieuwe nummer. Hoe heet die ook weer? Iedereen houdt van je. Iedereen houdt van je. Via ChatGPT. het originele was Iedereen haat je. Ja. Iedereen die haat je. Ja. Iedereen die haat je. En dan had ik gewoon inderdaad wat randoms verzonnen. Dus dat was eerst eigenlijk een heel negatief nummer.
En toen heb ik inderdaad een beetje met de hand van ChatGPT heb ik die een beetje aangepast naar eigenlijk iets heel positiefs. En dan nog een beetje zelf bewerkt. Dus dat is nu een nummer. Iedereen houdt van je. Met teksten zoals jij bent hip en cool. En iedereen houdt van jou. Lief en mooi. En het nummer gaat niet over Lonnie. Dat vind ik een beetje jammer. Het eerste nummer wel. Die tekst die ik pitch van iedereen die haat je. Die ging misschien... Nee. Grijp ik wel hoor. Ja. Alleen maar liefde in deze band. Maar dat nummer ook, dat hebben we ook binnen een avond. Ja, jij kan met een lekker riffje. En ik gooi er een lekker snel drumtrackje overheen. Een paar leuke fills. Zo van, nou, dat klinkt lekker. Ja, dat is het refrein, hè? Ja, dat klinkt lekker. Ja. Ah, dat ging ik er een beetje. En het is dat Paul Indy er niet was. Anders had het nummer in een avond af waarschijnlijk. Ja, Markie. Ja. Voor mij de vraag van Sonny, qua inspiratie over muziek en de ontwikkeling van zijn sound. Ja. Ik doe voornamelijk natuurlijk drummen, zoals we allemaal wel weten van ons band. Nee, maar ik heb ook veel teksten geschreven, voornamelijk de eerste nummers heb ik veel teksten voor aangeboden. En als je zal even zeggen, qua inspiratie voor muziek, qua drumtrack heb ik voornamelijk de inspiratie een beetje getrokken uit, inderdaad de muziek om me heen, die ik ken, van bands die ik luister. Maar ik heb al... Nou, ik heb natuurlijk al een beetje drumles gehad enzovoort. Maar vroeger had ik ook wel het probleem dat de nummers die ik leuk vind, helemaal vrij snel en vrij complex qua drumlijn, kon ik nooit spelen. Dus eigenlijk pakken we dan bijvoorbeeld, als je een foto van Liefde kijkt, een beetje gekeken naar andere bands. En ik heb gewoon voor de snelheid of voor de helft gedaan. Want dat kon ik wel bijhouden op het begin. En andere nummers ook. Dit is gewoon meer kijken, wat klinkt lekker op de gitaar, op de baslijn. En wat kan ik daadwerkelijk spelen als minder ervaren drummer. De nummers die we nu schrijven, ik trek er voornamelijk de inspiratie uit de gitaar van de sound en de basgitaar. Vaak hebben we als nummers schrijven eerst tekst, dan een beetje gitaar of bas en dan een drumtrack. Dat is gewoon echt kijken naar wat er goed klinkt. En dan heb ik ook een aantal nummers geschreven, een beetje om de drumlijn heen. En dan is het ook meer, ik schrijf een tekst die ik leuk vind en ik ga spelen en kijken wat leuk klinkt. En een paar accentjes op de tel van de zang enzovoort. En qua zang, qua inspiratie, trek ik voornamelijk de teksten inspiratie van een beetje het dagelijks leven. Maar niet alleen van wat ik nu meemaak, maar ook wat ik in het verleden meegemaakt heb. Kijk, je niet per se je nummer schrijft dat je echt moet kijken naar hoe alles er nu voor staat. Je kan ook kijken naar hoe het er vroeger voor gestaan heeft. Wat voor gevoel je toen had en hoe je het leven toen ervaarde. Van dat perspectief kun je een aantal nummers schrijven. Of ik heb meerdere fases in mijn leven gehad, voor de mensen die mij kennen, wat meegemaakt. Iedere fase brengt bepaalde dingen met zich mee. En als je in jezelf kijkt en diep in jezelf kijkt, dan kun je altijd wel iets zeggen over jezelf. Alleen dan is de uitdaging nog om te kijken of het goed kan klinken, of kan rijmen, of iets. Dus meestal begin je met een soort van thema. En dan vind je inderdaad wat daarbij past. Qua woorden, qua rijmen enzovoort. Omstandigheden die alleen te beschrijven zijn, zoals het leven. Exact. En wat is het leven moeilijk? Nee, en daarnaast qua sound voor ons. Wil je knuffel? Nee, wat dan? Nee, ik voel me goed. Okay. Ja, zeker niet. Ja, het is ook over hoe het gevoel toen was, hè? Dat is natuurlijk een belangrijke noot die hij zei. Ja, dat is... We hebben allemaal wel moeilijke periodes in ons leven meegemaakt. Die van mij zijn allemaal wat recent. maar we zijn er natuurlijk doorheen. Allemaal dus, recent? Allemaal recent? Nee, niet zo recent. Allemaal recent, afgelopen jaren. Maar dat maakt helemaal niet zo voor uit. Het is in ieder geval belangrijk dat je leert van de momenten waar je doorheen gaat en momenten kan toepassen in de toekomst. En juist door dingen wat te leren en bewust te zijn van de fouten die je maakt en bewust zijn van je gevoelens, kun je heel erg actief over nadenken en verwoorden. En als je iets verwoordt, dan komt het al heel snel tot een nummer uit. Ja. Dus, maar jij kan het ook gewoon goed verwoorden. Dat is waar. Alleen niet terwijl ik praat, alleen als ik het opschrijf. Want als ik praat is het een grote chaos. Maar ik moet wel zeggen, zoals je zo'n pep in mijn schoenen heb ik wel een soort van geschreven zonder echt... matige invloed van mijn leven, maar niet alle teksten heel serieus. Dat is toch best wel een grote invloed van je leven. Nee, zeker niet waar. Nee, dat is niet waar. Hij zit meestal niet in zijn schoen. Maar daarom kwam ik ook met de regel gelijk maar in mijn neus gejiet. Want die hebben ook geschreven terwijl we in de auto terug aan het rijden waren van Bolderen. Dus... Maar dat wil ik eigenlijk daar nog op aansluitend vragen. Want je hebt dan nu zeg maar teksten die dus waarvan je zegt, dat heeft met die fases te maken in mijn leven. Maar heel veel teksten hebben inderdaad een soort grappige ondertoon of grappig thema. Dus geef je daar een draai aan die teksten? Of zijn het zeg maar echt dat,
er bepaalde nummers zijn die gewoon wel serieus bedoeld zijn. Zeg maar, hoe zit dat dan? Nou ja, we hebben een aantal teksten. Ik heb een aantal gepitcht die nog niet helemaal uitgeschreven zijn. Ook een aantal teksten die we uitgewerkt hebben. En bijvoorbeeld, als je kijkt naar bijvoorbeeld een Bondage GUI. Ja, gaat voornamelijk over een beetje BDSM. En over iemand aanbidden. Digitaal, die jou vernedert en stuk maakt. Nou, ik ben zelf niet echt een per se heel erg grote voorstander van BDSM. Maar ergens in je hoofd heb je er misschien wel gedachtes of ideeën bij natuurlijk. Ja. Dus heel veel van die teksten komen wel niet per se uit persoonlijke ervaring. Misschien wel, misschien niet. Daar wil ik nu even over kwijt. Maar in ieder geval hebben we fantasieën misschien of gedachtes. En dat is heel snel als ik iets heb, daar kan ik over doorgaan. De meeste mensen kunnen gelukkig niet in mijn hoofd kijken. Als het wel kan, was ik waarschijnlijk opgesloten geweest. Dus dat is mooi. Maar ja, die teksten komen dichtbij. Die teksten komen wel dichtbij, ja. Ja, sommige zijn wel dicht bij hart, wat dat betreft. Maar ik heb ook wat serieuze nummers geschreven. Niet alles zijn uitgebracht. Kijk naar Be Aware, die hebben we geschreven, maar dat is iets te complex. Die Blackout Drunk had ik geschreven. Dat is ook wat lastig om niet alle nummers nog compleet klaar. Maar die nummers heb ik ook een beetje gekeken naar. Ja, echt wat meer serieuze aspecten van mijn leven. Dus het is makkelijker praten over een geintje of een lolletje. Het is makkelijker daar iets over serieus te zijn. Dan natuurlijk over echt de diepe, moeilijke tijden van je leven te kijken. Dus, En daarnaast, als je een beetje een geinig lolpunkbandje hebt. Weet je, het is ook lastig om je hele hart neer te leggen in een tekst. En daar, compoor niet met een lol baslijn die nergens over gaat. En, daarnaast is het nummer opeens 60% ingekort en we zingen opeens... Verzeker mij. Een voorbeeld te geven. De hele essentie van je tekst weg. Ja, exact. Nee, maar we hebben wel serieuze teksten klaarstaan. Ik heb ook een aantal nog in aan het schrijven ben, die ook wat serieuze achtergrond hebben. Ja, ik heb niet zoveel serieuze teksten ingebracht. Maar we hebben wel heel veel teksten ook gewoon verzonnen inderdaad. Of samen te rijden van bolderen. Dan zit je een uur in de auto en dan ga je een beetje spitballen erover. Weet je, 21:50 hebben we, of ontevreden. Dat wil je wel noemen. Die hebben natuurlijk verzonnen terwijl we lopend naar de studio gingen. Even tussendoor, kun je de tekst even kort samenvatten voor de mensen die het nummer niet kennen? Ja, 21,50 is best wel veel geld als je erover nadenkt. En sommige diensten of producten die je daarvoor kan kopen, ben ik het niet mee eens. Ja. Ja. En maar, want jullie hebben... Je zit je lach ook gewoon in. Oh, en ik vind het voornamelijk zichzelf. Ja. Noem een dienst als voorbeeld. Weet je, wat Sony vooral zingt is natuurlijk dat die... die midget met die tattoos op de tanden, dat die het wel doet. Maar dat de gewone reguliere hoer dat niet doet. Ho, de term is sekswerker. Nee, we zingen hoer. We zingen hoer, nee, maar jij wilde graag hoer zingen. Het is tot sekswerker gemaakt. Nee, dat is niet. Als je een sekswerker vraagt hoe ze zijn eigen baan beschrijft, zeggen ze meestal sekswerker. Oh. Of ze kijkt naar... Sekswerker klinkt niet zo goed op 21,50 voor een hele goede sekswerker. Slechte. Klinkt, hele slechte hoer. Ja, voor de goede ook gewoon prostituee. Laten we dat de volgende keer proberen. Kijk hoe dat werkt voor je. 21,50 voormalige prostitutie. 21,50. Dat is toch veel te... Misschien kunnen we daar een nieuw nummer van maken. Ik wil constitutie. Ja. We gaan een nummer maken over alle nummers die we daarvoor hebben. Waarin we teksten gebruiken die we misschien beter niet kunnen gebruiken. Prostitutie in de constitutie. Nee, we gaan terug naar het onderwerp Pony aanbracht. Heerlijk weer, hè. We gaan terug naar het onderwerp dat Pony aanbracht. Over de tekst van 21,50. Laat je nog iets kwijt. Hoe is dat nummer ontstaan, Pony? Nou ja, we liepen naar de studio. En ik weet niet meer precies hoe, maar op een of andere manier hadden we gewoon een hele goede vibe gaande waarin we even een nummertje neerlegden. Ja, ik weet nog wel een beetje, het was op een gegeven moment had ik iets gezegd van ja, als ik dan toch naar een sekswerker ga, ik zei sekswerker, want ik moet ook, nee, als je ik toch naar een sekswerker ga, €20 is wel een mooi prijsje. Maar toen ging het natuurlijk over inflatie, was natuurlijk heel erg gaande, de benzineprijs was toen aan het stijgen. En voor een of andere reden kwam er van inflatie van 1,50 uit op de sekswerkerprijs. Dus het rolt ook lekker. 21,50 rolt ook wel lekker, ja. Ja, vervelende. Ik was voor mij bezig met een nummer over inflatie schrijven. Dit is het nummer over inflatie? Ja,
Ik, was ik probeerde weer een serieuze tekst aan te leveren. Maar daarom raakt het iedereen ook. Omdat iedereen... Ja, ja, die inflatie voelt. Je voelt die benzineprijzen stijgen. En dat zegt er niks over, maar iedereen voelt. Dat is een boodschap achter de tekst. Ja. Iedereen heeft zijn eigen manier om zijn geld uit te geven. Maar iedereen heeft met hetzelfde probleem te maken. Mm-hmm. Ja. Dat wordt heel mooi verwoord. Alleen ja, die midget met die tattoos op de tanden, die is dus wel genoeg €20. Die was €19,50. dat scheelt een betere kosten. En dat is net een beetje in de FOMA, weet je. Uiteindelijk gaat die prijs ook omhoog. Alleen ze hebben het heel lang klein gehouden. Maar je betaalt nu ook gewoon €2,79 voor een paprika mix. Ja, en wat ik laatst van de week hoorde. Echt, je hebt dus ook krimpflatie, noemen ze dat. Dat ze dus zeg maar... Lekker bezig. Maar krimpflatie, dat ze dus de inhoud van wat ze verkopen, gaan ze verkleinen. Maar ze verkopen het voor dezelfde prijs. Ja. Ja. Dan wordt het namelijk niet duurder. Nee, precies. Ja. Mm-hmm. Ik heb ook lang in de productie gewerkt en ik heb daar veel van die aspecten gezien. Dan ben je in de fabriek vrij lang bezig met onderzoeken hoe je nog minder product in het zakje kan krijgen. En eindelijk lukt het. En dan, ja, vanaf nu. En dan heb je één slablaadje in een plastic zakje. En dan noem je het gewoon maaltijdsalade. En dan denk je, ja, maar niet te veel over kwijt. Bij die maaltijdsalade is dat je dan krijg je maar gewoon meer sla of meer pasta. En dan minder van die andere dingen. Want ja, als ze ermee weg kunnen komen. Ja. Eigenlijk moet je alles nawegen. Dat is het advies. Dus als je een maand salade open doet, alle producten los nawegen. Even terugrekenen in percentages. Ja, maar er zijn ook mensen die dat ook gewoon doen, hè? Ja. Ik heb ook lang in de productie gewerkt, ook maat en salade productie. Nog steeds? Ook nog steeds productie, inderdaad. En ik wil niet te veel over kwijt over de bedrijfsspecifiek. Want ik heb ook meerdere contracten getekend. Van, weerhouden om dat te doen. Maar ik heb meerdere klachten gekregen dat er iemand die een mail stuurt. Van een Duitse klant. Stuurt een mail op van, ik heb het product nagewogen, er klopt geen drol van. Ja, dan zit ik inderdaad van, we gaan even kijken. En dan moet je inderdaad kijken naar hoe het verbeterd kan. Maar er gebeuren wat dingen in de wereld die moeilijk te verklaren zijn. Laat ik het zo stellen. Maar je hebt ook sowieso het toch over inspiratie van nummers. Je hebt je wel eens niet gehoord gevoeld binnen een bepaald bedrijf. Dat klopt. En daar is ook voor mij een nummer uitgekomen. We hebben wel een nummer geschreven, inderdaad. Heel serieus nummer ook. Het is wel een serieus nummer, ja. Gallus Domesticus Navis heb ik geschreven. Het is ons schipnummer, zoals wij hem kennen. Kipschip. Kipschip. Dit heb ik inderdaad geschreven naar een ontevreden met werk en een soort van gevoel dat ik niet gehoord was. Alleen, je wilt wel ten eerste een beetje een leuk nummer maken. En heel specifiek dingen roepen over een bedrijf wil ik ook niet maken. Maar inderdaad, dat is wel een soort van inspiratiebron geweest. En alle onderwerpen die bezongen worden en alle zinnen die ik geschreven heb, die zijn wel één op één gewoon te kopiëren naar het bedrijfsleven, helaas. Nee, het is goed dat je van je af gaat schrijven. Mm-hmm. Ja, het helpt me ook shit te verwerken, dus dat is ook wel goed. Ja, daar zitten wij ermee. Ja. Gaan wij naar huis, denk ik s'nachts nog aan, als ik in bed ga liggen. Oh. Ja, ik kan niet eens slapen. Oh, ik maar voelde zich 2 jaar geleden op zijn werk een beetje, een aantal jaar geleden op zijn werk, pardon, niet 2, dat zei hij niet. Een aantal jaar geleden op zijn werk een beetje slecht, ik ga niet ervan wakker licht. Ja. Ik heb heel vaak op woensdag, want we oefenen altijd op woensdag. Dan zit ik weer te woelen en zeg Drox, is er iets? Ik maar altijd weer nieuwe teksten. Ja, ik heb wel nog een keertje op mijn computer gekeken laatst, want ik heb echt een natuurlijk bezig met opnemen tegenwoordig. Een probleem met opslag op mijn laptop, dus ik ging een beetje bestanden uitzoeken enzovoort. En ik kom dus achter een beetje alle bestanden uit te gaan, een beetje filteren, weggooien enzovoort, filteren. Een aantal dingen weggooien. Ik had achter een paar tekstbestanden die ik nog open staan. Ook tekst die ik geschreven had toen ik 16 was. Uh-oh. Dus Bondage UI stond er een stukje tussen, Foto van Liefde stond er een stukje tussen. Maar ook inderdaad tekst dat ik denk van, nou, dat is wel heel duister. Die hou ik lekker voor mezelf. Gewoon nog duisterder. Ja, niet duister als in smerig en gewoon gefocust op seksueel aspect. Maar Let the blood of the innocent children flow. Depressieve onderwerpen waar ik denk van, nou, ga je echt daar een nummer over schrijven? Dus, dat was echt te heftig. Ja, misschien als ze de emo kant op gaan. Dus als je die wel gewoon blijft bewaren. Ja, want, dat bewaar ik wel. We hebben straks vast een keer een emo dip. Sony die er. Moeten wel een paar. Kijk, ik was vroeger emo. Dus er moeten wel een paar emo-teksten hebben. Ja. Ja. Maar het is ook, zeg maar, de scene gaat altijd om de 30 jaar komt het weer terug of zo, toch? Want je hebt nu ook bijvoorbeeld The Weeknd is een beetje disco-achtig. Dat is ook 30 jaar geleden. Ja. 45.
Ja. Dus als we nog even wachten, dan kunnen we de e-mail maken. Ja, we moeten even 20 jaar wachten of zo. Ja, ja, we zijn ook een punkband, dus we kunnen het ook eerder doen. En dan, als dan iedereen het doet, dan switchen we naar iets anders. Nou ja. Want we moeten natuurlijk nooit echt bekend worden en geld gaan verdienen. Ja. Wij moeten het inleiden. Ja. Ja, we kunnen het ook later doen. Maar ik weet niet of ik dan nog wil spelen, want dat is ook echt nog vet laat. Weet je wel. Dan zijn we die oude... We kunnen wel zo'n heel over de top nummer maken met echt hele overdreven tekst. Dat het toch ook wel weer grappig is. Ik ben benieuwd waar je mee gaat tekst. My girlfriend broke up with me. I'm so sad. Een beetje ik die your broken hero-achtig. You hurt my feelings. Als we dat willen, dan kan ik best even kijken of ik een poppunk nummer kan schrijven. Dat is geen issue, dat doe ik met alle liefde. Nee, maar we willen dit dan. Er moet een emo nummer zijn. En dan ja, emo poppunk zegt het bij elkaar. Bevalt. Ja. Hebben jullie wel eens, goed voorbeeld, hebben jullie wel eens Real Friends geluisterd? Nee. Dat is echt, dat moet je even luisteren. Ook, ja. Ook voor de luisteraar. Als je echt hele erge emo tekst wil. Moet ik het aanzetten? Nee, je moet het niet nu aanzetten. Nee, absoluut niet. Absoluut. Nee. Maar je moet even thuis, gewoon straks, moet je even Real Friends, I've Given Up On You, moet je even luisteren. Dat is echt over de top emo. Toen dacht ik, dit gaat zelfs voor mij te ver. Maar, dan wordt het gewoon een soort gimmick of zo. Dan ja, denk ik. Juist weer grappig wordt ook. Ja. Nou, ja, het was wel serieus. Ik denk dat die nummers ook wel serieus zijn bedoeld. Maar het is wel echt, elk liedje is best wel van. I'm sad, I'm broken, I'm alone. I've given up on you. Weet je wel. Oh, maar zo voel ik me ook wel eens. On the outside, I'm seen fine. But on the inside, I'm still sick. Weet je wel. Nou, is goed. Ik ga binnenkort even een emo-nummertje schrijven. En ik verwacht van Anne de meest depressieve gitaarlijn ooit. En ik verwacht dat Pony dat hij precies niks doet, behalve Anne kopieert. Vaak met emo, dat die lijnen best wel vrolijk zijn, toch? Ja. Maar daar overheen hoor je dat gewoon... Je moet eerst een beetje dat sfeer bouwen, hè. Dat je dat instrumentale, dat mooie, dat hij dan heel echt clean aan het zingen is. En daarna gaan we een beetje harder slaan op de gitaren. Ja. En dan gaat hij gillen. Die emotie eruit komt. Ja, vloeit eruit. Ja. Ja. Net als het bloed van de inner ja. Nou, ik denk dat we door kunnen naar het volgende onderwerp. Ja, wat is jouw vraag? Je had iets meegenomen over... Ik heb zeker een vraag. Deze is namelijk gerelateerd over ons, over onze persoonlijkheid. Als je een dier kon zijn, welk dier wil je dan zijn? En we beginnen met Paul Indy. Oh, ik mag als eerste... heeft het, want dat is natuurlijk belangrijk voor de vraag, moet ik me mezelf inperken in bepaalde diersoorten of ik wil dat jij jezelf nooit inhoudt. Oké. Nou, als ik dan toch moet kiezen en ik ga er nou vanuit dat ik in de huidige maatschappij moet ronddwarrelen. Dat is ook een hele maatschappij gerelateerde vraag, inderdaad. Ja, dan wil ik het liefst een hele grote hond zijn. En waarom? Honden zijn ik ben echt wel een hondenpersoon. Ik vind honden cool. Nee, maar zo zie ik jou niet. Oké. Maar vooral de grote hond, omdat je... Dan ben je wel snel dood. Die kleine honden gaan lang mee. En, heb je nog meer te vertellen over het onderwerp? Want het is... Ja, nee, want hij wilde... Ja, waarom? Nee, ik wou het zeggen, want zeg maar... ik zie jou niet als hond, want een hond is echt gewoon super aanhankelijk aan zijn baasje. En als dat baasje weg is, dan is een hond helemaal niks meer. Je hebt Bonnie nooit in de slaapkamer gezien, hè? Nee. Maar welk dier zou jij voor hem zien dan, als jij zo naar hem kijkt? Nou, als het over honden gaat, dan zou ik eerder een kat zeggen. Want die kat die denkt maar van... het gaat nu niet over honden, het gaat over dieren. Ja, nee, okay. En honden zijn wel dieren, dat is juist dan. En waarom zie je Bonnie meer als een kat? Nou, omdat die gewoon doet wat hij wil en die eist van de dingen die om zich heen zijn, dat die ze gaan aanpassen aan hem. Ja. Ja, maar ik heb meer, als ik dan toch vast moet zitten, kijk, liever zou ik niet in een huis zitten, denk ik dan, als ik toch een dier ben. Oké, maar dan ben je meer een wolf. Ja, misschien, maar die, dan kom je in Nederland en krijg je een kogel in je schedel. Ben je meer een mieren eten, moet je constant altijd eten? Ik weet niet of die per se heel wat eet. Maar misschien meer een beer. Maar dan ben ik die beer die geen winterslaap houdt. Of een giraf die het overzicht houdt. Maar constant loopt te eten. Een giraf is een prooidier. Dat lijkt me niks. Nou, dankjewel voor je onderwerp, Pony. Lonneke. Dat is jouw onderwerp. Dat is mijn antwoord.
Niemand boeit het. Goed, Monica. Jouw antwoord op mijn vraag. Kat zeggen, omdat het is inderdaad mijn eigenwijs. Ja, maar die is al genomen, dus dat mag niet meer. Nee, is niet genomen, nee. Nee, dat was een voorbeeld. Oh, ik heb nu een heleboel dieren die ik gekozen heb, behalve een kat. Dus, ik ben een kat. En waarom, Donneke? Nou, omdat ik gewoon eigenwijs ben en eigenlijk mijn eigen ding doe. Dus ik kan ook zo lekker... En 16 uur per dag slaap. Ja, dat kan ik zeker. Maar ja, ik vind het leven ook weer veel te mooi. Mee. Wat zeg je, hè? Tenminste, in het weekend niet. Dan kom je hier om 6 uur 's ochtends en dan ben je om 11 uur 's ochtends in je bed er weer uit. Ja, daar ben ik er weer. Ja, ja. Het leven gaat weer verder. En dan op maandagochtend is het helemaal irritant. Dan heb ik langer geslapen dan jij. En dan ben ik fucking chagrijnig en dan kom jij s'ochtends... Ik sta wel meteen aan. Ja. Ja. Oh, zo dat is een kat niet. Maar dat heb ik ook altijd. Gewoon, ik ben wakker en ik ben er. Ja, ik ben er gewoon. Dus ja. Sonny, welk dier vind jij misschien meer bij Monica passen? Ja, lastig. We zoeken een eigenwijs dier. Ja, op zich, een hond is wel meteen wakker als hij wakker is. Stikdier. Ja, maar die zijn ook wel eigenwijs, maar ik vind katten zijn echt wel zo'n bitches, zeg maar. Chihuahua. Als een keffertje. Ja, Chihuahua wel. Ze constant... Ja, straight in de face. Ja, dat ben ik ook wel. Luid. Ja. Dan heb je wel weer een hond. Die hebben we ook al gekozen. Ja, maar, wat is echt maar ik mocht geen hond zijn van Anna. Energy animal. Wat is nou wat is zo'n hyperactief ding? Colibri. Constant overal eten, schreeuwen, doen, druk zijn, bewegen. Drugs? Wat? Zijn dat drugs? Druk zijn. Jezus, jongens. Dat zijn van junks. Je moet articuleren, man. Ik moet... Helemaal niks. Sorry, welk dier denk je aan? Voor mezelf of voor haar? Nou, nu voor jezelf. Nu voor jezelf. Oké, dus ik heb hierover nagedacht. Ik zou een monkey willen zijn. Dus een aap? Een aapje? Voor de luisteraars die geen Engels spreken. Welke aap? Ik vind aapjes cool. En met name de dwergaap vind ik heel lachen. Okay. Want dat zijn van die mooie kleine aapjes die passen zo in je blouse. Ja, maar jij bent niet heel klein, hè? Nee, dat is waar, maar daarom zou ik dat wel eens willen ervaren. Dat ambieert. Dat lijkt me wel lekker. Zo'n lekker nou, geloof mij, Sonny. Schattige diertjes. Die zou ik eigenlijk ook wel als huiswerk, of als huiswerk, als huisdier willen hebben. Zo'n dwergaapje. Het is jammer dat het niet mag, maar, of tenminste mag het nog. In Nederland mag het heel lang, mocht er gewoon heel veel dieren als huisdieren. Met de regels ligt het een beetje complex. Ja. Dus ik denk niet je zomaar een dwergaapje kan nemen. Helaas. Ik moet je vertellen, het is niet leuk om klein te zijn. Dus, ja, maar goed, als iedereen in de pack klein is, maakt dat ook niet uit. Oké. Toch? Ja, zo denk ik dan. Maar ik denk ook van, eigenlijk wil ik gewoon een keertje langs Artis en dan wil ik even zo'n aapje zo... Woep. Ja. Dan kan je misschien beter naar de apenhul. Apenhul. Die nou, lopen los daar bij de apenhul. Ja, echt? Nou, binnenkort even met z'n allen naar de apenhul, jongens. Ja, belangrijk onderwerp. Volgende vraag schattig. Voor de podcast. Wanneer gaan we naar de apenhul? Ja, maar laten we eerst even dit rondje afmaken. Ja, Anne, welk dier wil jij zijn? Nee, we gaan eerst naar Anne toe. We lopen ik sluit hem af. Dat is mijn vraag. Nee, maak geen kut uit. Dat is mijn vraag. Shit. Anne, welk dier zou jij zijn? Welk ik zou willen zijn? Welke dier wil je zijn? Ik denk, ik zou een kat willen zijn. Maar als ik naar mezelf kijk, dan denk ik dat ik eerder een of ander knaagdier ben of zo. Een hamstertje. Ja, maar dan wel zo'n, je hebt toch zo'n capybara of zo, zo'n mega beest. Dat is wel lachen, man. Ja. En ik weet niet waarom, maar... Ja. Dat is toch zo'n uitgekluid gewassen cavia's, dat? Ja. Een hele grote, dikke cavia. Ja. Maar die zijn, ook gewoon, die zijn ook gewoon een beetje zelf bezig. Dik. Of een gordeldier. Gordeldier. Dat is ook wel vet. Ja. Knaagdieren, zeg maar, die ken ik. Ja, want dat gordeldier, als er dan iets is wat hij gewoon niet ziet zitten, dan rolt hij gewoon op en dan doet hij alsof hij dood is. Ja. Is dat chill? Dat zie ik mezelf ook wel doen. Ja. Voor Anne, knaagdier vind ik wel toepasselijk. Ja. Ik zie Anne wel altijd constant iets doen. Moet altijd even iets pakken, iets bezig zijn. Ja, knaagdier moet ook wel vet knagen. Hier knagen, daar. Dus, ja, dat zie ik wel een beetje terug. En ook dat ze gewoon denken van waarom doe ik het, maar ik doe het toch maar of zo. Ja. Ja. Ja, het moet. Het ligt in mijn natuur. Ik moet even knagen. En dan de volgende dag wel weer spijt hebben. Ik krijg echt veel gedrag. Ik zou nog vroeg naar huis gaan. Zat ik weer aan het wiel te rennen. Godverdomme. Tot 6 uur 's ochtends. Ja. Nou, dan zal ik de vraag even afsluiten. Als ik een dier zou zijn, dan zou ik denken aan een dinosaur. En voornamelijk omdat dinosaurus al uitgestorven zijn. Fucking diep. Ben ik jaloers op? Dat is wel echt poëtisch. Ja.
Maar je kan ook gewoon zelf mijn plegen dan, toch? Ja, maar dan heb ik geen bandje niet meer. Gastenverhaal. Uitgestorven zijn en uitgestorven worden is een verschil, hè? Dus dat is een duidelijk verschil. Uitgestorven zijn betekent dat je niet meer bestaat, of je niet meer bestaat bent. Dan hoef je er ook niet meer over na te denken. Nee, exact. Ja. Dus ik nu uitsterven, dat is zonde voor de dingen die ik gedaan heb in mijn leven. Het zijn weinig, maar... ja. Voor mij is het een asbest getest podcast, niet een depressieve ik maar podcast. Dus vertel. Het wel een beetje op. Volgende vraag. Ja. Oh, nou, welke vraag heb jij? Nou, ik had niet echt een vraag. Jezus. Nee, ik had... Dat afgesproken. Classic, Arne. Nee. We hadden twee regels voor vandaag. Huh? We hadden twee regels vandaag. Gedraag je en bereid je voor. Nee, je vraagt een onderwerp. Oké. Okay. Arne heeft een onderwerp. Ik had een onderwerp bedacht. Maar dat gaat weer over psychologie. Okay. Eigenlijk is dat hele dierengedoe ook psychologie. Nee, maar ik kwam er dus laatst achter. Ik zat met ik heb een kutaandoening. Dat weten jullie allemaal. Dat ik, zeg maar, okay, mijn eigen plek is heel krap. Tot echt gewoon tot aan littekens toe. Mijn hele been zit vol met bruine littekens. Het ziet er niet uit. Ja, je tatoeages van je ook niet. Daar heb ik het nou even niet over. Hier wel een andere vraag over tatoeages. Ja, nee, eerst mijn onderwerp. Heb je apparaat mee? Ik heb apparaat nu niet mee. Maar als je voor volgende podcast Anno tatoeëren, neem ik hem wel mee. Dat is geen probleem. Gaan live asbest getest op je been zetten. Ja, dat vind ik een goed idee. Ja, hoe lang duurt het? Voor tatoeëren? Ja. Ik heb dat nooit gedaan, dus ik heb geen idee. Die andere zien er ook niet zo heel. Jawel. Nee, maar ik heb een goed been en een slecht been. Slechte been is mijn rechterbeen. En dan staat puur obscuur en bitsky op. En je goede been is opengekrapt door al je... Ja, maar bij de tattoos staan, dan zie je het niet heel erg. Nee, maar dat komt wel een beetje terug, want je in capybara bent. Toch wil ik knagen. Ja. Ja. Ja, diep. Ja. Maar nee, is goed. We gaan naar mijn onderwerp, hoor ik. Ja, dus wat... sorry. Wel een braakje. Oh ja, nee, die plek is opkrabben. Dus volgens mij zat ik met jou in de auto, met Rox. En toen werd er dus... Er was een onderzoek gedaan en dat heet dus... Het is gewoon een afwijking. En het heet dus dermatillomanie. Mm-hmm. En dat is een stoornis in de impulscontrole. Heb ik wel eens over gelezen, ja. Ja. Dus het ligt niet aan mij. Ik heb gewoon een stoornis. Maar dit is klopt. En mijn persoonlijke trekjes zijn ook een stoornis. Ja, precies. Ja, hoef ik mezelf niet verontschuldigen. Niks aan de hand. Dat is zo heerlijk. Ja, anders ga je weer thuis zitten omdat je verveeld bent. Maar dus het heet gewoon... derma... Dus het is wel gespecificeerd naar huid. Ja, ja, ja. Ja, oké. Okay. Dus dit is een huid... Ja, ik zit mijn huid over te komen. Aandoening. Ja. Maar goed, toen dacht ik van tegenwoordig is alles ook gewoon een psychologische aandoening of zo. Ik had expres geen blikjes gekocht, want dan denk ik van, dan heb je minder geluid. Je hebt meer herrie. Oké. Maar toen dacht ik van, je hebt allemaal van die bizarre aandoeningen. Dus toen dacht ik van, ik ga gewoon een syndroom uitzoeken. Heerlijk water. Nou. Oké, sorry. Nou, Anne. Nu kan Anne weer door. Ja. Is het volgende onderwerp? Of, Nee, ik kan je uitknippen zo meteen. Je hebt nog meer een aandoening, dat is het dan misschien al. Nou, het belangrijke voor mij is dat jij zoveel mogelijk knipwerk hebt na de podcast. Ja, nu komt het filmpje er ook nog bij, dat is helemaal kut. Dat is juist mooi. Ah, nee. Ik laat het filmpje gewoon door. Ja, nee, dat is prima. Op een gegeven moment komt het gewoon out of sync. Nee, ik dacht van, ik ga dingen opzoeken. Psychologische aandoeningen. En dan kijken wie... Wat heb jij? Nou, leuk. Ja, precies. Nou, ik heb er wel eentje. Nee, zullen we eerst een bingo kaart maken? Hoeveel aandoeningen heb je? Dat is een goeie voor de volgende keer. Heb, ja, maar ken je dat? Ik heb ook zo'n aandoening. Ik ben een beetje zo'n fobie voor gaatjes. Fobie voor gaatjes. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Dat is echt bizar. Want wanneer was het laatst dat er ergens gat en je werd helemaal onpasselijk? Ja, daar word ik heel na van. Gewoon ook als je dan ergens een haartje uit ziet komen. Dat al ingezoomd is, zeg maar, ergens op. Koning heeft nog nooit seks gehad vanwege de fobie voor gaatjes. Ik ben nog maagd. Ja. Maar ze vult ze wel graag. Nou ja, je voelt je maag, maar toen je sliep vorige week... Wat zeg je nou? Ik zeg niks. Maar terug, nee. Arie, jij hebt dus een heleboel opgesopt. Ja, nee, ik vind die fobie voor gaatjes vind ik ook wel leuk. Nee, maar je hebt dus ook... hoe heet het? Dat heeft ook een naam. Het syndroom van kapgras. Wat?
het syndroom van Kapgras. En dat zijn mensen die lijden aan dit syndroom hebben de waan dat iemand in de naaste omgeving vervangen is door een dubbelganger. Oh, jeetje. Maar dit is gewoon een serieus syndroom. Ja. Maar, die vertrouwen diegene dan ook niet meer? Nee, die denken dat die dus uit is op alles zo kut mogelijk te maken voor diegene. Ik heb het elke keer als we Alanya beginnen te spelen, heb ik het idee dat... Wat is dit nou weer? Ah, is vervangen voor iemand die het niet meer kan spelen. Maar ik speel het altijd goed. Ja, maar dat drum ligt dan... aan wie ligt het dan, Anne? Wat, kun je nee, maar ik speel het altijd goed. Dus die keer dat ik het verkeerd speel... Ja, dat is die dubbelganger. Oh. Ja. Want Jets wijst. Nee, wat heb je nog meer? Nee, maar ik wou me hierop focussen. Dus, maar ik zat te denken van... Als iemand van ons het zou hebben, wie zou dan het eerst hebben? Nou, dus wie heeft als eerst het syndroom van Kapelgras? Ja, wie is het meest... Eigenlijk is het ook meer voor conspiracy theorists of zo, toch? Nee, het is een bestaande ziekte, bestaande aandoening. Ja, oké, maar je wordt er wel complotachtig door. Ja. Want je hebt ook gaan we best wel diep misschien, maar toen Sieber dus vermist was... Weet je dat nog? Had je de Martin Vrijland? Ja, klopt. Ja. En dat is echt zo'n complottheorist. Die heeft ook zo'n website. En die was dus ook gewoon naar Enkhuizen toe gegaan. Ja. Om aan mensen daar te vragen. Kent de Siebe? Of hij wel echt bestaan heeft. Of hij wel echt bestaan heeft. Die heeft gewoon het bestaan van Siebe gewoon ontkend. Ja, ja, hij bestond niet. Het was een fictief figuur, zei hij. Dat klopt wel. Klopt wel. Ja, nu wel, maar... Wow. Maar vind je het wel gek? Ja, nee, maar ja, nee, het was wel heftig. Ja, ja, dus dat is eigenlijk dan ook wel vreemd dat je dan een vriend hebt en die raakt dan vermist. En dan komt er zo'n complottheorist, die komt even denaaien dat die jongen bestaan heeft. Mm-hmm. Dat weet je best wel van, wie ben jij? Ja. Precies. En waarom ook? Waarin ben jij jou? Maar dat zette hij ook voor mij op Facebook en zo. Zo hebben we hem toen ook ontdekt, toch? Ja. Yeah. Ik weet niet meer precies, wie had hem nee, nou volgens mij die had Esther Broeze, had je op Facebook, zijn kuizenaar. En die had dus zo'n artikel van Martin Vrijland gelezen. En die had dus op Facebook, had ze gezegd, met dat artikel erbij, van ja, ik vind het ook wel raar, want ze zeggen dat er heel grote zoekacties zijn, maar ik zie helemaal niks en zo. En ik kende die jongen ook niet. En dat heeft het gekickstart, zeg maar. Ja. Ja. Maar ja, niet iedereen kent elkaar natuurlijk. Nee, precies. Ja, dan gaan we onze sponsor van deze week, kickstarter.com. Maar ja, het is wel bijzonder. Ja. Nee, ik denk als iemand van ons toch het syndroom van Kapelgras hebt, dan ben je toch zelf. Ja, dat denk ik. Daar sluit ik me volledig bij aan. Ja. Kun je toelichten waarom, Pony? Nou ja... Jij zei net al iets over de conspiracy theorists en zo. En dat ben je ook vooral zelf. Als je dan toch naar ons allemaal moet kijken. Hoezo ben ik een conspiracy theorist? Nou, maar als iemand het zou zijn van ons, dan ben jij het. Dat is geen reden. Nee, maar het is wel echt zo. Maar wat... Kun je toelichten, Pony, waarom Sonny en ik of jij niet? Of... Nou ja... Ik denk dat Anna het meest in de buurt komt van die manier van denken. Ja, wij zijn gewoon wat vrijer. En wij kunnen wat wij beter. Zijn normaal. Ik wou het anders zeggen. Wow, sorry, ik ben echt niet normaal. Maar ben je wat vrijer dan? Want ik zou een reden kunnen bedenken dat jullie denken dat ik het zou zijn. Maar ik heb het idee dat ik misschien iets kritischer ben... Op bepaalde dingen. Ja, waardoor ik eigenlijk meer open-minded ben van het zou ook door dit kunnen komen. Kijk, je kan misschien het meest logisch bedenken van het komt door dit. Maar. Ik kan je wel aangeven waarom ik er niet in. Ik niet de eerste ben in ieder geval. Dat kan ik wel doen. Ja, omdat het jou gewoon geen reet interesseert ook. Dat klopt. Het leven net op mij en de rest is allemaal NPC's. Ja. Dus of je nou wel of niet vervangen bent, boeien, riespunt voor mijn reet. Maar het leven net op mij. Dus ik ben het sowieso niet. Maar dat is ook misschien een beetje een soort kapgras. Nou, dat is een ander syndroom. Dat iedereen een NPC is. Ja. Zou dat het syndroom zijn ook? Vast wel. Van dat mensen denken van die hele wereld een soort, hoe heet het? Je had die Jim Carrey film, toch? Ja.
Dat iedereen om je heen en alles wat jij ziet in je leven, dat echt niet bestaat. Ja, een soort game. Ja. Ik ben heel bewust niet naar een dokter geweest, hè? Ja. Dus dat is duidelijk zo. Ja. Ik ben even het syndroom van plot armor. Het plot draait om hem, dus er kan niks met hem fout gaan. Ja, ik leef lekker roekeloos en van wel goed. Maar het is gewoon dat hij in een comedy zit. En één keer in zoveel tijd, dan kijkt hij op en dan kijkt hij naar het publiek dat aan het lachen is, wat er niet echt is. Jij kijkt naar de camera, inderdaad. Ja. Ja. En dan zit hij zo. Hey! Ah. Hey! Ja. Ja. Nou ja, want kijk, wij zijn. Nou, had je nog wat meer aanvullingen op je onderwerp? Nee, niet zoveel. Nee, want ik dacht, ik heb nu wij toch, Sonny zei, wij zijn wel normaal. Dus ik had wel een hele goede vraag meegenomen. Als je toch één stuk fruit zou moeten kiezen, welk zou je dan het liefst in je reet proppen? Ananas. Banaan. Fruit, in mijn reet. Ik wil allemaal niks in mijn reet. Waarom niet? Nou, er is een gat en daar heb ze fobie voor. Ja, dat is je antwoord. Maar dat is een manier om het op te lossen. En zeg maar, de side note is natuurlijk wel, het moet volledig erin. Je moet het eventueel kunnen schillen. Dat wil je echt niet, hoor. En daarom, ik zou niet zeggen banaan, maar ik denk dat een banaan moest. Dus dan krijg je hem niet volledig in. Ja, en kan je anus zuigt alles naar binnen, hè? Dus dat is wat ik allemaal, ja. Ik kan dit confirmen, want ik heb dit al gedaan. Dus een banaan wordt inderdaad helemaal... Heb je een banaan in je anus gestopt? Natuurlijk, jij niet dan. Ik vraag om meer toelichting. Sonny, vertel. Nou, daar had ik gewoon op een dag zin in. En toen dacht ik gewoon, doe even zo'n banaan in. Hoppakee. Wanneer? Vertel. Dit is, ik wil meer horen. Nou, dit was, wanneer was het? Een jaar geleden ongeveer. Ik wil vanavond, als ik onder de douche sta, nog kunnen aftrekken. Dus vertel alsjeblieft wat er aan de hand is. Nou, ik had gewoon zo'n bananen. Ik dacht, ik sta in de supermarkt, zie zo'n lekkere bananentros. Je gaat toch niet in de supermarkt doen? Dit is de introductie van het verhaal. Later. Jawel, joh. Lekker in de supermarkt, dacht ik. Ik zie die bananentros. Ik dacht, ja. Dit is hem. Pak hem zo. Lekkere dikkerd. Zo'n lekkere dik. Ik zie de dikste dik. Ik denk zo, hoppakee. Woep. Doe zo mijn broek naar beneden. Spuug er een keer op. Slim. Daam er zo in. Hoppakee. Ja. Maar gleed wel. Beetje stroef, hè? Aan de binnenkant van een anus. En de moeder die met haar twee kinderen ernaast stond, die keek me een beetje gechoqueerd aan. Dat snapte ik ook niet helemaal. Hield ze je niet eens even? Nee. Hoe keken je die kinderen? Waren ze opgewonden? Nou, ik denk dat ze het nooit meer zullen vergeten. Net al iets gebrand. Nou, en Igmar die had zichzelf er al in ieder geval op voorbereid. Hoe zit het met jouw fruit? Ananas. Zo, een ananas. Van die stekels aan, toch? Waarom? Waarom niet? Dan voel je er in ieder geval iets van. En hoe zou je dat aanpakken? Nou, ik denk in ieder geval het groene gedeelte, zeg maar, die uitsteeksel vasthouden. En die andere gedeelte, ja, in olie. In ieder geval iets van glijmiddel gebruiken. Nee, maar je kan hem niet in één keer erin stoppen. Je moet eerst andere dingen in je anus doen om te verwijderen. Dat is niet waar. Te rekken eigenlijk. Te rekken. Jawel. Ik heb jij weet gezien online. Nee, maar die zijn ook allemaal eerst opgerekt, hè? Want ik heb die ook allemaal gezien. Nee, maar dat is belangrijk dat je het doet. Maar als je het niet doet, heb je misschien medische problemen daarna. Maar het kan wel. Ja, oké. Maar heb jij medische problemen dan? Nog niet. Als je anders in mijn reet gestopt hebt, dan zeker weten wel. Oké. Ja, en wat ik zeg, je weet niet hoe iemands anus eruit ziet. Dus voor hetzelfde geld... Dat is niet waar. Ik heb heel veel van je gezien, maar je anus niet. Maar, dat is niet waar. Dat is wel... Ja, oh. Nee. Oh ja, dat is wel een hele mooie anus. Ja, dat past wel anders in. Oma. We blijven opnemen met de video vandaag. Waarom draai je even een rondje? Dat toch? Voor hele duidelijke redenen. Dat vindt hij nu ook best wel. Maar Lonnie, even terug naar jou. Welke fruit had jij bedacht? Nou, eigenlijk helemaal niks. Want ik wil ook gewoon echt niks in mijn anus. Nee, maar je, dennenappel. Maar ik moet kiezen. Je moet terug naar... Je moet een fruit kiezen. Je staat in de supermarkt... Dennenappel. Er staat wel een vrouw met twee kinderen, maar... Een druifje. Een druifje. Ja. Dat doet misschien iets minder zeer. En waarom geen rode bes? Dat is nogal kleiner. Blauw besje is nog kleiner. Ja, doe een blauw besje. En waarom geen dennenappel? Ik denk dat ik er helemaal kapot ben van binnen. Dat vind je lekker, hè? Ja, dat dacht ik al. Nee. Is er one guy, one... Het is gewoon zo klein mogelijk. Een pijnkoon. Anne, wat... Ja, ik ga er niet eens over nadenken.
Ik stop niks in mijn neer. Ja, maar ik moest ook kiezen. Nee, maar je moet. Een rozenbottel. Schijnt heel... Potsjam. Schijnt... Okay, het schijnt ja. Als die uit elkaar knapt, dat het heel erg gaat jeuken, toch? Dus denk, als je dat toch... Wat voor weet ik niet. Kan je met je vinger erin? Kan je... Krabben? Nee, weet ik niet. Maar ja, precies. Want hoe dat lekker vind je lekkerder met de vinger erin? Nou, als iets jeukt en je klapt, dat is fucking lekker. Dat is wel lekker. Ja. Ja. En we hadden net over mijn aandoening, dus... Ja, ja, helemaal kapot krabben als het open staat. Ik heb inspiratie voor een nieuw nummer. Het kan ook een emo-nummer worden als we... We kunnen wel een emo-nummer schrijven over het kapot krabben van je pluis in je eigen anus. En dat je een roze bottel in je anus gekopt hebt. Ik heb al een paar zinnen. Komt goed. Volgende week pitch ik hem. Komt goed. Oké. Okay. Ben benieuwd. Nou, als ik hem daarna zelf afsluit. Ik had het bedacht een gepelde kiwi. Ik denk dat die wel goed glijdt. Maar dat wordt ook mushy. Maar kan je... Nee. Dat ligt aan welke, hoe rijp die kiwi is. Maar even... denk je dat je er dan nog uit kan halen? Want misschien flopt hij dan wel een keer zo naar binnen. Hoorde dat bij de vraag? Nee, maar dan kun je gewoon uitscheiden, toch? Ja. Ik denk dat hij dan zo naar binnen flopt. En dat hij dan misschien... Moet je dan weer naar de dokter? Ah, dan gaat ze vanzelf rotten, hoor, in je anus. Ja. Oh ja? Ja, dat is natuurlijk biodegradable. Lekker milieubewust. Hele duurzaam. Ja, maar je ziet ook wel eens dat sommige mensen die doen dan een soort van... Nou, mensen doen er van alles in. Ja. Er zijn mensen die dat doen. En dan, dan komen ze bij de dokter en zeggen, ja, wat is er nou gebeurd? Ja. Ik viel. Ik ging erop zitten. Jij ging daar niet op zitten. Ken je die ene, ik weet niet of het naam, hij gaat toch niet naar Jamie. Ja, Curtis. Ja, echt niet normaal hoor. Ja. Ik was laatst naar de dokter, want het scheen dat als je elastiek kiest om de lul doet, dat je er hard klaar komt. Maar ik kreeg hem niet vanaf. Ze moest naar de huisarts. Gingen ze lachen. Nou, echt niet normaal hoor. Hij is een freak. Ja. Zo praat hij ook echt. Ja, ja. Met James Curtis. Maar is even ter context, is dit iemand die jullie persoonlijk kennen? Of is het een beroemd persoon? Wie is het? Nee, die we persoonlijk kennen. Maar, helaas. Dat is wel een leuke vraag voor de volgende misschien. Misschien dat hij een gast kan zijn. Ja, dat is vragen. Wat is de raarste... oorzaak dat je ooit naar een dokter bent geweest? Jeetje. Zal ik beginnen? Ja, begin maar. Je verhaal kwijt. Nee, dat niet per se. Nee, ik denk dat jij de enige bent die iets hebt. Oké, dan slaan we hem over. Nee. Ik heb ook wat. Oh, je hebt ook wat? Dan moet ik even nadenken. Ik heb er twee, maar ik denk dat de ene... Want doe je ze allebei? Nee, dat is oké. Okay. Dat ik eentje goed was. Nee, toen ik 15 was... Ik kwam een keertje thuis van school en ik was naar huis gefietst. Ik woonde in Andijk, woon in Andijk, op school in Enkhuizen, dus even iets ruim 10 kilometer fietsen. En ik kwam thuis en halverwege de weg deed mijn balzak gigantisch pijn. Dus ik was naar huis toe gefietst en pijn ging niet per se over. Ik was natuurlijk 15, dus ik wou niet per se aan iedereen toe lopen zeggen. Hey, luister, mijn balzak erbij, wat doe ik eraan? Dus ik dacht, nou, weet je wat, we wachten even af. Dus ik was even thuis op de bank gaan liggen, een stukje doen, boven mijn kamer. En ik werd wakker, de pijn was niet weg, het was erger. Dus toen had ik toch besloten van, nou, ik ga toch maar voor mijn moeder spreken van, mam, een van mijn belangrijkste onderdelen van mijn lichaam doet gigantisch veel pijn, waardoor ik amper rechtop kan staan. Wat doen we ermee? Dus mijn moeder meteen huisartsenpost, denk ik. Gemeld. Dus wij naar Horen toe. En ik kom eraan. En het bleek dus dat mijn linkerbal ongeveer 180 graden gedraaid was. Waardoor de aanvoer van bloed, alle andere middelen, belemmerd was. En dat mijn bal rustig aan het sterven was. Dus ik kwam eraan en de dokter heeft hem teruggedraaid. Dus daarna was alles weer goed. En toen moest ik op advies van de dokter nog maar een operatie onderdoen. Omdat hij toch wel een beetje bang was dat het in de toekomst nog een keer zou voorkomen. Dus... Oh, wacht maar. Je was dus naar de huisarts gegaan en de huisarts heeft hem teruggedraaid. Ja. Dat doet ook fucking pijn dan, toch? Nee, dat voelde super lekker. Ja? Ja, nee, op zich, het terugdraaien zette geen pijn. Alleen het pijn was van het afknellen van het bloed. Dus gewoon de eerste 10 minuten deed geen pijn. Maar als je iets 10 minuten lang geen bloed ontvangen heeft, dan gaat het gewoon...
pijn doen. Dus iets wat heel lang al beperkt bloed aangevoerd krijgt, gaat het meer pijn doen. Op het moment dat hij hem zeg maar een beetje zo van terug te rijden, toen ging alles goed. Het is een soort van, als je iets uit de kom hebt en je gooit het weer terug. Ja, een soort van. Het is moeilijk te vergelijken, moeilijk uit te leggen in woorden. Het is in ieder geval geen pretje. Dus, maar in ieder geval operatie daarna gekregen, even later is ingepland. En toen hebben ze mijn ballen aan mijn zakken vastgenaaid. Ja. Dus die kan nooit meer draaien? Die kan nooit meer draaien. Die kunnen we naar binnen schieten. Als we wel naar binnen schieten, gaan mijn zakken ook mee. Dus dan los ik alles naar binnen toe. Ik zie Lonneke lachen, ik weet niet zo goed waarom. Ik zie gewoon een beeld voor me. Ik heb een medische aandoening. Ik zie goed waarom hij daarom lacht. Een beetje kinderachtig. En hij is nu ook fearless erbij. Hij heeft ballen van staal. Ik heb wel ballen van staal, ja. Ja, ik had dus vroeger een maat. En die had dus ook een soort aandoening. Dat heet torsio testis. En dat is dus dat je maar één bal hebt. Omdat die ander dus is weggerold of whatever. Bikkel. Weggerold ook gewoon. Ja, zoiets. Er was gewoon maar één bal. Zit er dan niet gewoon in je buik nog? Nee, die bal die moesten dus echt uitgehaald worden of zo. Ja, dat is een bikkel inderdaad dus. Ja. Echt een bikkel. Dus dat één bal. Ik had ook, want zeg maar Anne is in principe heel vaak een vrouwennaam. Ja. Maar in Andijk zijn er dus twee andere Annes die ik ken. En dat zijn ook vrouwen? Nee, dat zijn dan wel mannen. Oké. Maar een daarvan die is dus ook een bikkel. Oh. Dus ik denk van hoe mannelijk ben je dan? Nee, net zo mannelijk als jij. Ja, precies. Nou, iedereen die... Dat vond ik echt niet leuk. Oké, ben je ook nog ergens voor naar de dokter geweest dat bijzonder genoeg is om te vertellen, Anne? Ik kan me niet echt herinneren. Sorry. Blijf daar, Anne. Nee, ik heb nog steeds een bobbel ergens hier in mijn nek. Toen was die huisarts waar ik ben, ik weet niet hoe heet ze. Maakt niet uit. Je mag maakt wel een beetje uit. Ja, maar we hoeven niet per se iedere huisarts op de wereld stront te leveren met deze podcast. Nee, we zitten op zich wel aardig. Maar ik kwam dus aan met dus van ik voel hier een bobbel en die doet af en toe pijn en zo. Ik dacht, weet ik veel, misschien is het kanker of zo, want kanker komt ook altijd in bobbels. Ja. En toen zei ze van, nou, ik voel helemaal niks. Van, wat zit hier? Oh, ik voel het niet. En toen zei ze, ja, waarschijnlijk omdat je te veel op je telefoon kijkt, dat je het waarschijnlijk kijkt. Dus, okay. Maar ik heb altijd, mijn ervaring met huisartsen is altijd dat ze denken van, het zal wel niks zijn. En als je neemt een pijnstiller en als je dan over een week of drie nog hebt, kom dan maar terug. Mm-hmm. Dus ik heb nooit echt de neiging om naar de huisarts te gaan, omdat ze toch zeggen van, ja, probeer eerst dit maar. Mm-hmm. En als het dan niet over is, kom dan maar terug. Ik denk van, okay. Ik had ook een beetje verwacht dat je zegt, ik ga naar de huisarts toe en zeg ik een bol in mijn nek. En die huisarts die kijkt ernaar en zegt, hé, ben dik. Dit is gewoon niet stilte ook. Ik ben zo blij dat ik het mag editen. Alsjeblieft. En de andere keer. Oh. Dat was, want zeg maar, in mijn familie zit een of andere gen, hangt er rond, die kan voorspellen of je borstkanker of prostaatkanker krijgt. Tenminste, als je dat gen hebt, heb je een heel grote kans op dat je het krijgt. Awesome. Ja. Dus ik was een keer naar de huisarts, wel voor iets anders ook, maar ik zei van, misschien kunnen we daar ook meteen over praten. En toen vroeg ik dat dus, toen zei ze van, ja, maar heb je dan familie dit? Ja, maar heb je dat formulier bij je? Ik zei, welk formulier? Dus jij moet dit formulier invullen en je moet nog twee andere representatieve van je familie krijgen en zo. Dus oké, maar ik moet dus eerst bewijzen dat het zo is voordat ik... Ja. Dus, flikker ook maar op. Maar ik moet het nog steeds doen, ik wil het wel doen. Want en voor de volgende Asbest Getest podcast gaat Sonny een YouTube tutorial kijken van hoe geef ik een prostaatexamen. En Anne gaat ze samen wat anders zoeken. Ja. Maar ik denk aan de ene kant denk ik ook van... Ja, prostaatkanker. Al zou ik het gen hebben, waarschijnlijk ga ik toch eerder dood aan longkanker of leven. Amen. Ja. Nou, wil jij zou nu? Hoe zitten we qua tijd, heren? We zitten nu op een uur. Met hem. Nee, nu is dat dus ook in ieder geval mooi verpest, want als je dat erin door hebt, is dat best wel een beetje aids. Dit kun je eruit knippen. Nou, ik ben ook een keer bij de dokter geweest. En dat was vooral nadat ik een maat ging beerpongtoernooi doen.
In, ik huis ergens. Nieuwe doelen, goede doelen. Ik weet nooit hoe dat heet. Nieuwe doelen. Mm-hmm. En ik was dat de hele avond al vet debiel aan het doen. En ik stopte met debiel doen. En ik liep 2 passen. Gleed uit in een vloeistof. Waarschijnlijk bier. Toen lag ik op de grond. Toen ging ik proberen op te staan. Ik keek naar mijn knie. En ik zag dat de knieschijf 90 graden gedraaid was om mijn benen heen. Toen ging ik weer liggen. Ja. Ik heb ook gehad. Ja. Kruipend naar het podium. Daar heb ik mooi, denk ik, 30 minuten gelegen tot de ambulancebroeders kwamen. Zo lang, ja? Ja. Ja, ze spoor niet, hè? Ze komen zo snel als spoor niet op de grond ligt. Ja. En toen wilden ze niet naar binnen komen. Dus hebben ze een bureaustoel gehaald, me daar opgezet en toen naar de ingang gerold. Waarom wilden ze niet naar binnen komen? Dat is mij ook niet helemaal helder, maar er zaten verschillende hobbels in de vloer. Dat was een helse ervaring. Dat ze zelf gingen uitglijden over die vloer. Ja, weet niet, maar er zaten hobbels en een bureaustoel, zeg maar, die was ook al niet hoog genoeg. Dus mijn been raakte af en toe de grond. Dat was echt niet lekker. Ja. En wanneer was het? Ja, weet niet. Dat jaar dat ik niet meeging naar Jera. Oh, ja. Is 2 jaar terug? 3 jaar terug? Nee, is voor de corona inderdaad. Ja, is 3, 4. Ja, zoiets. En toen, een week later, kon ik weer terug naar de huisarts. Want ergens, of die avond, of op het ziekenhuisbed, had ik iets opgelopen waardoor ik een huidaandoening kreeg. Dus ik had daarna ook nog overal stipjes over mijn hele lijf. Wat een soort allergische reactie was. Dus ik was in 2 weken tijd meerdere keren bij de huisarts. Voor debiele redenen. 1 keer omdat ik uitgleed over een plas vloeistof en daar mijn knieschijf uit de kom kreeg. En de andere keer omdat ik een huidaandoening had die over mijn hele lichaam zich begon te vormen. Ja. Kut leven. Ja, op een gegeven moment echt gewoon hele grote rode vlekken. Dat is echt super chill. Ja. Maar goed, ze hielp je wel. Het is niet dat je wegstuurde of zo. Nou, ze zaten eerst van, ik heb hier wel een klein pilletje, dan moet het wel zo oplossen. Je raadt nooit, maar een week later was ik er weer en ik zei, het helpt niet. Nee. Het is erg geworden. Oh, dan krijg je hier nog een pilletje en gaat vast wel goed. Een week later was ik er weer. En ik denk dat na de 4e of 5e keer zeiden ze, oké, we hebben nu het allerheftigste voorgeschreven. Dit moet werken. En dat werkte. Oh. Maar toen had ik dus ondertussen wel, zeg maar, dat mijn gezicht zat onder, mijn voeten zaten onder. Het was echt over mijn hele lijf ondertussen. Mm-hmm. Maar dat heb je opgelopen in het ziekenhuis? Nou ja. Er zijn zoveel bacteriën. Ja, dat is waar. Denk het. Zeg maar, op het bed waarop ik lag, keek ik zeg maar naar de zijkant. En zat van, ah, daar is het bloed. Oh nee! Ja, dat bedje was nog niet zo schoon. Nou, dat vind ik echt vies. Ja. Maar goed, ik lag daar met mijn gelukkig zat er geen gaten in. Nee, dat was helemaal. Ja, nee, ik lag daar met mijn knie verlept. Ik keek rond en ik zag, ja, dit is het enige bedje hier. En het was zeg maar s'avonds laat natuurlijk, ergens in de nacht. Dus ik dacht ook van, nou, ik kan niet meer fresh zeggen dat het bed vies is. En dan zit ik straks in de stoel, dat is ook kut. Ja. Blijf liever liggen. Ja. Ja. Dat is de marktwerking in de zorg, hè? Ja. Heerlijk. Maar je zou toch zeggen dat ze zeg maar, voordat iemand anders zeg maar komt liggen, dat ze dat even schoonmaken. Even een doekje er langs. Altijd ja, maar alles wordt fucking bezijdigd, man. Ja. Zeg maar, die ziekenhuizen die moeten fucking vechten met de verzekeringsmaatschappijen om nog een beetje geld te krijgen. Dus overal moeten ze op besparen. Hè? Ja, mij heeft ook mooi niks betaald. Wat? Nou, mijn verzekering heeft ook mooi niks betaald. Moest je het zelf nog betalen ook? Nee. Nee. Zeg maar, je hoeft ook niet eens voor de ambulance te betalen, want ze namen me niet mee. Die gasten hebben gewoon daar ter plekke mijn knie teruggeschoven. Ja, dat is ook nog zo'n ding. En toen moest ik mijn moeder vragen om me naar de huisartsenpost te rijden. Nee, naar het ziekenhuis in Hoorn te rijden. Want ze zeiden van, ja, als we je meenemen, dan kost het je 400 of 500 euro. Ja. Dus we kunnen beter even, pop, je knie terug. En dan, hoppakee, de auto van je moeder. Doei! Ja, dat was toch ook met Kees. Kees, die was dan in de steen. We waren bij uit in de steen en toen had Kees, die knalde tegen een blauwe auto aan. Mm-hmm. En toen werd hij ook, toen kwam de ambulance aan en toen zei Kees van nee, ik wil niet meegenomen worden, want het kost me allemaal geld. Ja. Hadden ze hem toen meegenomen, of niet? Nee. Nee, hè?
Voor mij, als je dat niet wil, dan hoeft dat ook niet, toch? Nou, uiteindelijk die ambulance... Ik weet niet wat er met hem aan de hand was, hoor. Maar... Nee, maar die hebben wel uiteindelijk een zorgplicht. Dus die gaan niet zeggen van... Klopt. Oh, je slagader is open, maar je wil niet meegenomen. Nee, oké, maar als hij gewoon kan praten en doen... Ja, maar dat ik aangereden was met een motor, dan hebben ze ook me gecontroleerd naar ambulance. Yeah. En op een gegeven moment zeggen ze van ja, op zich hoef je niet mee naar het ziekenhuis. Dus, doe dus het gaan met je arm. Ga. En de volgende keer moet je zeggen, ik wil wel naar het ziekenhuis, maar die wel degene in Senegal. Je wil op vakantie. Zorgverzekering betaald gedeeltelijk. Ja. Nou. We kunnen het proberen. Ja, is goed. Anne gaat verlicht op de straat en ga je aan. Ja, ik was wel, die andere persoon was wel aansprakelijk, dus ik denk dat de ambulance dit wel had betaald geweest door hem. Maar, ja. Toen jij aangereden bent? Ja. Nee. Sonny, was jij nog ergens voor iets bizars naar de dokter? Ja, ja. Ik was naar een concert ook geweest, een keer in Gouda. En toen heb ik mijn neus gebroken. Dat zien we. Ja, mijn neus stond daarvoor ook al zo. Dat is wel bizar. Ja, ik heb dus oude foto's teruggekregen en toen stond mijn neus daarvoor ook al zo. Dit hebben we de vorige keer ook besproken. Ja. Echt? Ja. Ja. Oh, maar nee, maar ga door, want nu gaat het over je doktersbezoek. Ja. Ja. Nou, ik weet niet precies wat ik dan allemaal heb verteld, maar... Nee, ik weet nog. Wat heb ik verteld? Over dokters niks in ieder geval, dus ga door. Oké. Nou, dus ik kwam daar en toen... toen geeft ze een beetje zo'n verdovingsmiddel. Ik moet hem even inwerken. Heb ik dit al verteld? Nee, ga door, Okay. Ik moest lachen op verdovingsmiddel. Oké, dus dan geef ze een beetje verdovingsmiddel. Dat moet dan even 15 minuten inwerken of zo. Dus ik zit zo in die stoel. Dat had je wel verteld? Nee. Nou, die had je wel verteld. Dat is wel vervelend. Sorry. Dat zeg je iedere week. Stop. Nou ja, goed. Dus na 15 minuten in, ik voel me echt vet lekker ineens, weet je wel. Dus ik denk van ja, oké, toch even vragen wat het... Wat ze me nou hebben gegeven, weet je wel. Ik zei, ja, wat is het dan? Ketan. Ja, dit is cocaïne en adrenaline. Dus ik zo, oké. En wat moet ik daarvoor doen? Mijn neus breken? Ja, je neus breken. En dan krijg je gewoon dosering. Ik dacht nog zo van, maar ik moet even kijken hoe ik dit ergens kan fixen of zo. Ik denk, nou... Maar toen dat ze dus wat ze dan dus doen, is ze gaan dan dus met een soort metalen staaf, gaan ze dus je neus in. Met twee staven gaan ze je neusgaat in. En dan gaan ze dat zo recht duwen met die staven zo in je neus. Maar dat voel je dan dus niet door die cocaïne en adrenaline. En dan... In de mysterieus cocaïne, noemden ze het zo ook. Ja, cocaïne, adrenaline. Ja, maar het is natuurlijk wel, kijk, het is wel van coca bladeren, zeg maar. Dus het is niet zo heftig als die poeder. Hoezo? De coca is letterlijk van coca bladeren. Ja. Letterlijk hetzelfde materiaal. Ja, maar goed, kijk, dat is gewoon meer van water. Er zit geen chemische shit of zo. Ja, maar met coke is het gewoon heel sterk. Maar als je gewoon die... Laat ik het zo stellen, als je coke uit coca bladeren haalt, dan krijg je altijd coke. Maar hoe sterk het is of niet, het ligt aan de dosis, altijd, hoeveel milligram je binnenkrijgt, weet je. Maar ik heb niet verteld dat, nee, het was geen coke, want het was minder sterk. We zeiden eerst dat het wel coke was, jongen. Het was wel van dat, zeg maar het was gewoon heel verwaterd. Dus het was veel minder, zeg maar, het was niet zoals die poeder. Maar toen gingen ze dus ook in die neus en toen was het zo van, oh... Ja, volgens mij heb je al eerder je neus gebroken. Dus toen kwam hij zo eruit zoals hij nu zit. Maar dat was ervoor dus ook al zo. Dus schijnbaar heb ik wellicht als kind of als baby ooit een keer mijn neus gebroken. Je weet niet wanneer. Nee, ik weet dus niet wanneer. Maar dat kan dus gebeuren. Misschien deze. Als ik je moeder was, had ik je neus al eerder gebroken. Dat heb je dus vorige week ook al gezegd. Echt waar? Ja. Daarom zei ik al, daar was ik al aan het zijn naar je. Nee, doe het niet. Je hebt hier vorige week ook al grappen over gemaakt. Ja, ik heb heel beperkt komisch inzicht. Nee, volgens mij. Nou ja. Lon. En we gaan weer door. Nee, ik heb een keer een maagkoepelontsteking gehad. En dat wist ik helemaal niet dat het bestond, een maagkoepel.
Maar, maagkoepel? Een maagkoepel, zeg maar waar je, je slokdarm eindigt en je maag begint, is een maagkoepel. En dat was bij mij dus ontstoken. Ik liep er achter al weken mee, ik kon dus wat niet eens lopen ervan. En ik dacht, oh, dat gaat wel weer over, zo denk ik altijd. Maar toen moest ik aan de antibiotica. En dat is eigenlijk een beetje het enige dat ik denk, dat is wel een gekkigheid. Dat is wel gek. Maar dat komt dus elke keer bij mij weer terug, dus ik heb nu ook medicijnen daarvoor, want anders blijft die ontstoken. En wanneer komt het terug? Wanneer? Ja. Nou, gewoon, dan kan het uit bij mij zo opkomen. Dan gaat dat beginstukje weer ontsteken. Hmm. Maar is dat ook waarom je maagzuur hebt? Dat kan. Ja, hij sluit dan niet goed, zeg maar. Dat ding sluit niet goed en dan gaat het ontsteken. En dan, nou ja. Lon, ik vind het wel smerig. Een maagkoek ontsteken, vind je dat smerig? Ik vind gewoon alles over jouw lichaam smerig. Helemaal niet. Dat weet ik. Je vindt het wel lekker. Steek hem wel een beetje. Nou, was het voor deze keer. We hebben nog heel veel vragen voor een andere keer voorbereid. Ja, ik deed het weer, ik weet het. Zeker ook meer dingen. Kijk, ik had het nu over fruit. De volgende keer vraag ik iets anders over wat je in je reet wil proberen. Groenten. Ja. Nou, dan weet je wel het antwoord van de volgende, wat voor B-merk. Ja, of liever een flesje van Blik. Maar in ieder geval, we kijken even hoe het loopt. De volgende keer pak ik hem gewoon daar weer op. Igor, heb je nog één afsluitend woordje? Zeker. Mooi. Nou, Sony. Ja. Oké, Anne. Tegen mij. Eén afsluitend woordje.